Oké, mensen, besef dat ik nu een soort van een dag niet gefilmd heb en ik heb toch wel een beetje spijt. Dus ik ga weer verder filmen. Ik loop nu naar mijn kamer toe en ja, dat vind ik super leuk natuurlijk, want ik ga jullie wat laten zien. Ik zweer je, ik lag in mijn bed en wat hoorde ik? Fucking harde regen. En dan als ik net wil vertellen dat het niet meer regent. Ja, jullie zouden het al raden, mensen. Het is niet normaal gewoon. Dan gaat het motherfucking weer, gaat dan ook gewoon stoppen met regenen. Wat een gek. Ja, dat is, ja. Trouwens, op dat moet je niet letten, want ik drink zoveel thee. Dat het gewoon, ja, dat ik gewoon een soort van koffertje heb gebruikt om dus mijn, ja, om mijn thee daarop te leggen. Ik weet ook niet waarom dat is. Maar wat een motherfucker is dit? Even dat ding uitgedaan. Maar mensen, ik ga straks naar de bakker. En dat is super leuk natuurlijk, want daar ga ik even brood halen. Ja, wat moet je anders halen bij de bakker? Ah, donuts of zo. Maar ik ga brood halen bij de bakker. En ik neem jullie mee, want ik moet natuurlijk ook filmen. Want als ik niet film, ja, dan gaat het niet goed komen. En dan hebben we geen beelden op de plank. Voordat ik verder ga, ga ik even ja, het beeld weten. Nou, kijk, het is zeg maar zo dat, dat er een bedrijf was. Dat heette Jeezy's en andere bedrijven. Die hebben mij geconnect. En ik dacht, yes, ik heb nieuwe schoenen. Wat is het nou dat die schoenen een soort van fake zijn? En dat als ik dat in de beschrijving zou zetten, wat zij dus gevraagd hebben, die motherfuckers, dat mijn kanaal verwijderd kan worden. Dus ik ga hun, zij willen mij naaien om mijn kanaal bijna te ja, hoe noem je dat, te verwijderen. Dan ga ik hun naaien door te zeggen, yo, ja, ik ga het in de beschrijving zetten. En dan ga ik gewoon een video maken over nep Jeezy's. En ja, en dan ga ik lekker niet in de beschrijving zetten. Maar ik moet wachten op mijn broer totdat hij klaar is met douchen. En dan ga ik douchen en dan ga ik even naar de bakker. De bakker Amelaan, ga ik even brood halen. En als ik dan het brood heb gehaald, weet ik niet wat ik ga doen. Want ik chill niet heel vaak. En ik denk dat het heel hard gaat regenen. Kijk maar. Kijk hoe super donker het is. Nou, het is niet heel donker, maar nog steeds, ja. Dus ik ga jullie meenemen naar de bakker en ik ga niet heel veel filmen, ofwel, jullie zien het gewoon. Maar jongens, ik ga douchen nu en ik zie jullie zo weer. Oké, mijn broer is nog aan het douchen, dus dat betekent dat ik moet wachten. En ik kijk naar buiten en ja, het is echt tering weer. Het is niet normaal, nu zie je echt dat het gewoon kut weer gaat worden. Dus als ik nu een soort van, ja, hoe noem je dat, als ik nu naar de bakker wil, dan moet ik dat echt nu gaan doen, want het gaat echt hard plensen. Wodee. Als het nu niet gaat regenen, dan begrijp ik helemaal niks meer van. Oké, mensen, net dat ik gedoucht ben, is het weer zover. Het is weer aan het regenen, kijk maar. Ja, dat is wel lekker, heerlijk. Oké, mensen, besef even dat het weer gewoon fucking hard regent. Fucking hell. Ik ben helemaal aan het nat regenen. Ik was het net gewoon aan het lopen. En ja, ik was helemaal nat geregend. Ik dacht echt bij mezelf, nee man, ik moet onderdak zoeken. Kijk. Ik weet niet of je het ziet, maar het regent echt wel. Maar als je het niet ziet, ja, dan dat is pech dan. Dan is dat kut voor jullie, als je het niet ziet. Dus mensen, ik ga maar even wachten tot de regen een beetje voorbij is. Totdat het een soort van minder is geworden. Maar dat, ik denk dat het fucking lang gaat duren. Dus ik denk dat ik echt moet gaan lopen. Waar ik dus totaal geen zin in heb. Maar dat moet wel, mensen, denk ik. Want dit gaat echt, denk ik, heel de dag door. Dus ik moet wel lopen. Helemaal verzuurd. Kijk, daar kan je heel goed zien. Daar is allemaal nat. Allemaal nat en daar niet. Dus dan weet je dat ik hier droog sta en dat daar de regen valt. Oké, mensen, dit is echt zwaar verzuurd gewoon. Ik sta nu een beetje te hiden, zeg maar, voor de regen. Super kut natuurlijk. Ik heb wel gewoon de twee boterhammen gehaald, tuurlijk. Maar ik sta nog steeds hier, man. Ik vind het zo zielig voor die man. Nou ja, mensen, ik moet het maar gewoon niet zielig vinden. Maar nog steeds, ik vind het best wel zielig. Maar mensen, ik wacht even op de regen totdat het voorbij is. Ik hoop dat het voorbij is straks. Want als het, anders is het helemaal kut. Dan vind ik het helemaal kut. Maar ja, ik zie jullie zo weer.
ik ben nu weer binnen. Ik ben kletternat. Helemaal kut, wat is dat? We gaan even kijken wat het is, mensen. Een heel, ik denk deze. Start bijvullen staat. En nou ja, ik weet niet hoe dat moet allemaal. Dat moet ik nog leren. Ik ben te lui voor. Maar mensen, ik ga een soort van nog een beetje ja, opdrogen om het zomaar te zeggen. Want ik ben echt in de kut. En weet je wat het erg is? Nu is ze aan het miezeren, ik zweer jou. Nee man, die vind ik echt niet kunnen. Kijk deze. Nu is het gewoon een beetje aan het miezeren. Oh, yo. Toch verzuurd. Dit is echt verzuurd. De regen denkt, hé, hey, als Artie buiten is, kom we gaan even regenen. Dat is leuk. Dan gaan we even lekker nat regenen, dit, dat. En als Artie dan weer binnen is, gaan we weer miezeren. Man, ik vind het echt naaiend gewoon van de... Nou ja, maakt niet uit. Ik zie allemaal mensen, zeg maar, in die school. Want ik woon, zeg maar, tegenover een school. En ik denk zo bij mezelf, wow... Nu al een soort van als, ja, als lerares of leraar nu al naar school gaan om het allemaal te fixen. Want wanneer is het zeg maar zo dat, dat school begint? Ik geloof over een weekje of zo. Ja, oké. Dan begrijp ik ook wel waarom zij dan een soort van, ja, waarom zij een soort van dan toch een beetje regelen alles. Hup. En ja, dat is dan een beetje mensen. Ja, misschien ga ik nog wat eten straks, maar dat zie ik dan wel. Ik ga eerst even opdrogen en zo. Even kijken of de verwarming nog warm is. Nee, tuurlijk niet. Nee, joh. Ik dacht, misschien kan ik daar mijn kleren opdrogen. Nee, hoor. Dat doet... Nee, man. Nou ja. Ja, mensen. Ik rook al een tijdje en het regent. Dus ik ga een soort van... Ja, je weet wel, gewoon rennend de achtertuin in, zeg maar. Maar eerst even een sigaretje pakken. Ik rook heel weinig, jongens. 2 à 3 sigaretten per dag. Dus dat is heel weinig voor echte, hoe heet dat, als je een paar jaar rookt. Dat is voor mensen echt heel weinig. Dus ik ben er wel hartstikke blij mee dat ik het echt minder doe. En dat dat gewoon goed gaat, weet je. Dus ja, ik ga even roken. En het zou allemaal niet zo spannend zijn. En ja, misschien heb ik wat te vertellen daar. Of neem ik mijn camera niet mee. Ik ga mijn camera wel even daar meenemen. Dat is wel leuk, want dan kan ik een beetje vertellen van alles. Maar over 2 weken komt er een... dan ga ik ergens heen. Ga ik niet zeggen. Mag niet heel veel verklappen. Maar er komt hele vette shit aan. En het wordt hartstikke leuk. Zeker weten. Nee, precies. Je hoeft het niet te begrijpen dat, dat er 2 bekertjes staan. Maar ja, ik drink heel veel thee, jongens. No spang. En ja, dat is het wel een beetje. En hoe heet dat? Ik ga nu een soort van een beetje relaxen en niet heel veel doen. En ik ben hartstikke blij dat het regent. Ik ga nu een jaar niet meer naar buiten. Ik ben helemaal klaar mee. Scheidregen, kutregen, alles. Maar ja, we moeten maar gewoon een beetje blij zijn. Want heel veel mensen zeggen ook als het zonnig is van hey, het is te veel zon. En zo ben ik ook wel een beetje. En als het regent, dan is het te veel regen. Dus het is altijd wel weer wat. Maar ja. Ja. Kijk niet naar de zooi op mijn, ja, op mijn stoel. Ik heb een beetje een comfortabeler broek aangedaan. En ja, want ja, ik ga toch niet meer naar buiten. Dus boeien. Ja, en dan denk je wat te gaan doen? Nee hoor, ik blijf lekker gewoon lekker in mijn bed liggen. Hè? Kutregen. Oké, maar moet je niet op letten, want ja, dat is, ik weet niet wat het is. Ja, het is niet heel erg chill of zo. Het is niet, niet cool of zo, weet je. Ik moet ook weer naar de kapper gaan. En dan ben ik gewoon te lui voor. En ik had nog een afspraak bij de kapper. Ben ik ook vergeten. Man, oh man, oh man. Nou, was mijn vader niet. Maar hij leek er wel echt veel op. Ook zo grijs en zo.
Trouwens, let niet op mijn schoenen alsjeblieft, want ja, die zien er lelijk uit. Zoals je ziet, zie je allemaal as daar zo. Man, oh man, wat ben ik slordig. Ik zit het ook allemaal af te tikken hier. Zal ik je zien, een hele as valt en zo. Nou ja, weet je, kijk of die er is. Nee, daar niet. Oké. Maar mensen, ja, ik weet eigenlijk niet wat ik vandaag nog ga doen. Ik denk dat ik even ga stoppen met vloggen, omdat het natuurlijk een beetje saai is. Ik heb vandaag niet heel veel gedaan. Morgen ga ik naar Rotterdam, dat kan ik wel even vloggen en dat ga ik ook zeker doen. Dus dat wordt hartstikke leuk natuurlijk, dat wordt echt super cool. Dus dan zie ik jullie morgen weer. Nou mensen, ik ben weer wakker. Ga even eten en dan ga ik naar stage toe. Dat is wel een goed idee. There's no heart beating inside your chest. It's vanished into thin air, never to be seen again. Oké mensen, ik ben al een tijdje thee aan het drinken. Samen met mijn moeder, dus niet alleen. Dan moet je kijken hoeveel thee ik al gedronken heb met mijn moeder. Ja, dat is wel bizar. What? Oké mensen, vanaf nu ga ik de deur op slot doen. En dat betekent dat ik naar mijn stage ga en dan ga editen. Waar ik dus best wel veel zin heb eigenlijk, dus daar gaat ie. Duwen. Ik ben nu bij Centraal en ja, nu ga ik zeg maar de tram pakken. En daarnet heb ik de metro gepakt trouwens. En nu gaan we de tram pakken naar mijn stage. Oké mensen, ik ben aan het wachten op mijn trein. Oh, daar komt hij aan. Fuck. Shit, net had ik het wel zeggen. Oké mensen, ik zit in de tram. Maar ik weet niet of ik mag filmen. Oké, maar ik zit erin. Yes. Overstappen op metro en tram. Change here for metro and tram.